harte welkom op dit eerste Bert van Haren Jiu-Jitsu toernooi. Het is een bijzonder moment voor de Judobond, want de Judobond heeft gemeend dat dit niet een gewoon evenement is, maar dat degene die hier naamgever aan is, iets bijzonders voor de Jiu-Jitsu sport betekend heeft. Als oud-bondscoach van 1992 tot 2011, bijna 20 jaar, maar ook degene die het wedstrijd Jiu-Jitsu naar Nederland gebracht heeft, vinden wij dat Bert van der Haren, en die mag alvast naar voren komen, bijzonder mensorisch mag worden. We krijgen nu een applaus, maar ik wil er nog bij zeggen dat Judobond een bijzonder erkentelijk is voor het inzet van de Jiu-Jitsu sport. Dus verrassend met Judobond, dan lijkt het net alsof het alleen judo is. Maar Jiu-Jitsu, Aikido zijn twee hele belangrijke sporten. Jiu-Jitsu heb je heel erg op elkaar gezet. Wat ik al zei, verschillende wereldkampioenen, Europese kampioenen opgeleverd. En ook een heel mooi kostuum. Hoi! We gaan beginnen! Tot 85 kilogram zal opnieuw genoten worden omdat er nog iemand bij moet. Dus die zal zo nog niet beginnen. Ik wacht zo meteen even af wie er als eerste moet. Zo! Hey. Dring een beetje voor. Gaat heb je stenen zo? Zit al met al je stenen. Hij zal lang gaan. Meegenomen. Nee, dat niet meegenomen.
Hoofdstoot. Hoofdjury. Thank you.
toch? Ja. Oh,
Thank you.
over ongeveer 10 minuten tot een kwartiertje zullen we gaan beginnen op band nummer 1 met de aspiranten tot 73 kilogram. En dat is zo zal gedraaid worden, aspiranten tot 55 kilogram op band 1. Op band 2 zullen over ook een kwartiertje gaan beginnen de tot 81 kilogram en de tot 50 kilogram bij de aspiranten. Dus band 1 tot 73 kilogram. 55 kilogram van de aspiranten op band 2. Yeah!
Thank you.